overproneerders hebben ze schoenen gegeven die aan de buitenkant juist compenseren, of aan de binnenkant, of neutrale schoenen. En neutrale lopers hebben verschillende schoenen laten doen. Het maakt echt allemaal geen flikker uit. Omdat, en dan, ja, waardoor... Een paar boze schoenen verkopen zacht rozaan, jongen. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hoeveel en welke soort hardloopschoenen heb je nodig? Als er één attribuut is waar hardlopers niet zonder kunnen, oké, barefoot runners uitgezonderd, dan is het wel hardloopschoenen. Alleen, met zoveel verschillende modellen voorhanden, maakt het dan eigenlijk nog uit welke schoen je aantrekt? We vragen het onze special guest, hardlooptrainer en schoenenfetischist Patrick Stastra. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Uh-huh. Het is weer vrijdag. Het is weer tijd voor een aflevering met een speciale gast. Ja. En we gaan het weer eens over hardloopschoenen hebben. Ja, ja, leuk. Inmiddels geloof ik de vierde op rij. Hè. We zijn ooit begonnen met de magische schoenen over die carbonzolen. Wouter Hoogkamer. We hebben Wouter Hoogkamer zelf gesproken. De aflevering waarin hij ons liet weten over hoe hij dat nou gemeten had. Hè. Ja. Tot wel 10% running economy. Oftewel, zelfde snelheid met minder energie. En toen kregen we opeens een leuk mailtje in onze inbox van Patrick Sastra. Die zei, ik luister met veel plezier naar de podcast. Ik ben, vind ik toch belangrijk om te zeggen voor deze aflevering, geen hardloopschoenenverkoper. Maar ik heb er wel zelf heel veel gekocht. En hij wil graag met ons in gesprek over hoe bepaal je nou wanneer je welke schoenen nodig hebt. Heb jij nog jezelf een beetje verdiept in onze gast? Ja, zeker. Wie is hij? Patrick Stastra is in ieder geval een hele goede loper. Ja. Ook sowieso. NK Masters, hè? Ja. Een paar weken geleden al. Maar heeft ook NK Steeplechase een keer meegedaan, bijvoorbeeld. Ja. En dat doet hij dan allemaal nog voor hobby, hè? Ja, want dus hij geeft ook nog les, geloof ik. En hij is ook nog productiviteitsspecialist. Ja. Hij weet ook veel over slimmer werken, maar daar hebben we het nu niet over. Ja. Slimme hobbyën. Nou, wie weet komen we daar nog op. Maar, ja. Hij is erbij. Goedemorgen, Patrick. Hey Patrick. Goedemorgen. Kijk, daar zit je. Ja, leuk dat je er bent. Leuk dat je ons bent gaan volgen en onze mail hebt gestuurd. En jij zei, ja, volgens mij is het leuk om mensen toch wat meer wegwijs te maken in de wereld van al die verschillende schoenen. Laten we maar bij het begin beginnen. Hoeveel paar hardloopschoenen heb je zelf, Patrick? Op dit moment 11 paar. Hardlopen is dat. Ja. Waar eentje is eigenlijk al klaar, maar ik dacht, ja, nou goed. 11 paar. En ik durf dat ongeveer op te delen in 5. Ik heb ze allemaal bij me. Okay. 5 of 6 categorieën. Het zijn fantastische apparaten. 11 paar, is dat gemiddeld voor jou? Of heb je in het verleden wel het dubbele aantal gehad? Nee, en ik denk dat dat ook wel meteen belangrijk is voor deze aflevering. Dat ik zou absoluut niet willen aanraden om 11 paar te hebben. It kind of grows on you. Ik denk op het moment dat je verschillende onderdelen binnen het hardlopen en atletiek gaat oppakken, dat je automatisch
op meer hardloopschoenen, meer schoenen gaat krijgen. Gelukkig doe ik geen tienkamp, want dan ben je volgens mij echt de Sjaak. Maar dus het eigen idealiter heb ik er 8, maar het is een beetje wat eerder bij elkaar gekomen. En ook door die carbon dingen moest ik toch hebben. En, maar het zit altijd een beetje tussen de 8 en de 10 paar. Ja, oké. Okay. Leuk. En we gaan met jou op reis over hoe we nou komen van je eerste paar tot misschien wel 5, 6, 8 of 11. Toch even voordat we aan die reis beginnen, kun je mij nog één keer uitleggen, hoe komt het nou ook alweer dat jij hier zo verschrikkelijk veel van weet? Ja, nou, hobbyisten noemde jij net, dat ben ik zeker. Ik ben gewoon vervent hardloper en ik vind hardlopen heel leuk. En wat volgens mij het leuke is van al die duursporten is dat je kunt jezelf als een soort van topsporter wanen. Hè? Ik heb meegedaan aan het NK 10 kilometer een tijdje geleden. En ja, daar staat wel Khalid Shukut. Die loopt dan toevallig iets sneller dan ik. Maar je bent toch onderdeel van die top. Het enige wat je nodig hebt is een Atletiek Unie bewijs. Nou, en in die gedachte dacht ik van ja, weet je, die topsport, je kunt dus ook die schoenen hebben. Je kunt ook dat shirtje hebben. En toen ben ik ook mijn hardlooptrainer geworden. Want ik vind de materie gewoon interessant en de trainingsleer daarachter. En ja, dus in die zin, het is gewoon een hele grote hobby. En daar vind ik dus die innovatie, met name op dat schoeisel, vind ik toch wel mooi. Ja. Toch benieuwd naar, wat was je tijd op die NK? Ja, dus we moeten het daar niet over hebben. Nou even om je te plaatsen. Dan kun je altijd de schoen de schuld geven als het niet goed was. Ja, het was de schoen inderdaad. Ja. Nee, het was 36,5, maar het moest eigenlijk 1,5 minuut sneller. Ja, okay, toch? Dus je mikte op een 34, heb ik me wel eens laten vertellen. Ja. Ja, ja. Hoe kwam het? Ja, wat, even een zijstapje, waar zat die 1,5 minuut? Wat gebeurde er? Ik zit in een hele heftige, ik zit in een marathontraining van 6 keer per week. En daar zit eigenlijk maar 1 10-kilometer wedstrijd vlak voor de marathon bij. Dus die is veel belangrijker. Ik had eigenlijk wel gehoopt op basis van vorige week dat ik wel de 35 barrier zou breken. Maar waar zat het in? Heel veel trainingsuren en geen taperperiode. Te weinig rust uiteindelijk. En welke marathon, welke marathon richt je je op? Amsterdam. Oh, ja. En dan, wat is Amsterdam. Dan de tijd die je in je hoofd hebt om dat te gaan halen? Mijn persoonlijk project heet Amsterdam 245. Dus 245 zou ik te gek vinden. 2,49 is 2,49 ben ik ook tevreden. Dus het is ook een beetje afwachten hoe zich dat de komende tijd gaat ontvouwen. En welke schoenen ga je aandoen? Ja, want daar wil ik... Maar dan beginnen we gelijk bij een marathon van 2,45. Ja. Laten we bij het begin beginnen. We beginnen even bij die recreatieve loper die door die Slimmer Presteren podcast... Ja. Of nou, dat is dan waarschijnlijk een vriend of vriendin van een luisteraar van de Slimmer Presteren podcast... die zegt, nou, jij vindt dat zo leuk. Ik wil misschien ook wel wat met hardlopen doen. En dan... Ik zou zeggen, ja. Je gaat naar een schoenenwinkel, moet je zo'n looptestje doen en ze smeren je wat aan. Of wat is jouw advies? Ik denk dat bij je allereerste schoen naar een sportwinkel gaan, dat lijkt mij een buitengewoon goed idee. Of je moet iemand kennen die er veel van weet. Of naar deze podcast luisteren. Ik denk dat over het algemeen de eerste schoen is vaak een veilige schoen. Ik noem dat altijd een allrounder. In mijn termen wordt het eigenlijk mijn duurloopschoen. Als we dan toch bezig zijn. Ja, ja. Voor de kijkers op YouTube zeggen we dan. Hè? Hij wordt nu voor de camera gehouden. Ja. Daar heb ik er natuurlijk 2 van. Hè? Twee duurloopschoenen. Allebei hebben ze een wat dikkere zool. Verschillende merken heb ik ook helemaal niks mee. Brooks en Altra. Ja. Sponsor. Wij zijn niet gesponsord vandaag. En ook niet door schoenen en ook niet door jou. Maar toch even bij het begin. Jij zegt in een hele snelle bijzin. Daar heb ik er 2 van natuurlijk. Nu ben je mij in mijn eerste jaar hardlopen al kwijt. Waarom heb jij 2 paar duurloopschoenen? Nou, omdat die ene bijna op is. Dus ik heb al te vroeg de nieuwe besteld. Terug naar je vraag. De vraag was, wat is de eerste schoen? Volgens mij is dat een wat stevigere schoen. Die vaak een wat dikkere zool heeft. Het bovenwerk is vaak ook wat stugger. Ze doen het ook vaak best wel lang. Hè? Dus grote evenementen, zoals een marathon of een Dam-to-Damloop, die hebben vaak 1 sponsor. En dan die schoen die altijd wordt aangeprezen, dat is eigenlijk altijd de allemansvriend, de allrounder.
Daar kun je een wedstrijd op lopen, zeker als starter. Daar kun je je duurlopen op doen. Je kunt er je trainingen op doen. Daar kan alles eigenlijk op. Ja. Zonder dat dat tot veel risico's leidt bij de start en lopen op een gewicht. En toch even uitrafelen, hè? Als jij het hebt over stevig, dan bedoel je dus in alle aspecten, dikke zool, dikke buiten, binnenkant, bovenkant. Als je hebt over zonder risico's, welke risico's zijn we hier eigenlijk aan het vermijden als we zo gestructureerd over schoenen praten? Nou, er zijn denk ik met name voor de startende loper of bijvoorbeeld iemand die één keer per week en naar twee keer per week gaat lopen. Daar zitten vaak wat blessures op het gebied van shin splint bijvoorbeeld. Bij de dames toch ook wel vaak bij de heupen, dat soort dingen. Dan kan het gewoon prettig zijn als in ieder geval die onderkant goed vast zit. Al dus mijn eigen ervaring en mijn opleiding tot hardlooptrainer. Hier ben ik ook wel weer benieuwd wat Jurgen hierover te zeggen heeft. Maar iets wat een beetje goed op de schoen, goed om de voet zit. En daarnaast door de wat dikkere zool. En dan bedoel ik niet die dikke zool van die carbon schoenen, want die zijn ook dik. Dat is echt een ander materiaal. Is het ook gewoon vaak ook wat prettiger voor de voet. Hè? Dus het is een veilige schoen. Ja, want jouw dikke zool is ongeveer 3 centimeter zo uit mijn hoofd. Dus geen lang, geen 4 in ieder geval. Oké. Nee, we kunnen het over die schoenen. We gaan het nog een keer over blessures hebben. Maar een veilige schoen, eigenlijk is elke schoen die comfortabel zit, is veilig. Blijkt uit studies. Ja. En dan verwijs ik al naar een, ik zet wel een review in de show notes. Een studie van een tijd geleden, waarbij ze militairen hebben ze gewoon gezegd, oké, je hebt hier 6 verschillende zooltjes tot jouw beschikking en kies uit welke jij fijn vindt lopen. En dat vergeleken met een groep zelfde militairen die bewust 1 zooltje moesten gebruiken en dan gewoon gekeken van wie krijgt de meeste blessures. Ja, dat was die tweede groep. Die niet mocht kiezen. Die niet mocht kiezen. En de eerste die echt op comfort, en dan had je dus van 1 tot 6 eigenlijk van dun en wij, misschien van dun en weinig comfort of weinig Demping tot 6 extreem. Nou, en iedere koos gewoon een beetje zijn eigen zooltje daarbij uit. En dat gaf gewoon eigenlijk de minste blessures. En dat is herhaald in best wel wat studies. En daar komt eigenlijk inderdaad altijd patroon naar voren. Een comfortabele schoen laat je A, efficiënt lopen. Dus met zo min mogelijk zuurstofverbruik eigenlijk. Het lichaam kiest gewoon de ideale pas, lengte, frequentie. Je hebt het met hoogkamer ook over gehad. Ja, de hoogkamer hier ook, ja. En de tweede daarbij is een comfortabele schoen geeft jouw lichaam. En jouw lichaam kiest namelijk ook de beste manier om blessures te vermijden. En daar past eigenlijk een comfortabele schoen, helpt daar in ieder geval ook aan mee. Dus je gaat pas de mist in als je echt schoenen kiest die helemaal niet lekker zitten. Die op de een of andere manier helemaal willen compenseren of overcompenseren. En verder doet jouw lichaam, is eigenlijk perfect in staat om zijn beste weg te zoeken. En dan, dat kan best barefoot zijn of minimale schoenen. Maar ik ben het wel met je eens, dat moet je dan ook wel een beetje trainen. Dus iemand die niet mee beginnen. Die begint met hardlopen, een prima comfortabele schoen is lijkt me de juiste keuze hier. Ja, je pakt al het volgende paar, zie ik, Patrick. Ik was getriggerd door wat Jurgen net zei, dat een comfortabele schoen en dat barefoot. Mijn bijna oppe duurloopschoen, allrounder. Dit is geen barefoot schoen, maar dit is wel een zero drop schoen. Hè? Dus de voor- en de achterkant is even. Ja, dus dat is echt iets. Nou, even een klein verhaal. Ik heb dit ooit een keer getest en toen zei die verkoper, die moet je wel, die moet je echt rustig gaan opbouwen. Want je gaat automatisch op die voorvoet landen. Dat is wel een beetje mijn loopstijl. Deze specifieke schoen heeft ook een wat grotere clowns voor bovenkant, dat je lekker met je tenen kan spreiden. En wat mij dus is gebeurd, na dat optrainen, steeds meer aan wennen en inmiddels doe ik gewoon mijn duurlopen erop. Dat op een gegeven moment had ik een keer nette schoenen aan en daar begon ik een beetje uit te scheuren. En waarschijnlijk zijn dus mijn spieren in mijn voet enigszins gaan groeien door dat barefoot rennen. En dat is een bekend gevolg van het rennen op zero drop, gelijke drop of zelfs op je voeten.
Ik besef namelijk dat ik ook zo'n paar heb aangesmeerd gekregen, omdat ik ook een grote voorvoetlander ben en daar kon ik wel aan en dat was lekker licht en er was ook hele dunne zolen. Ik vond dat ik daar last kreeg van mijn middenvoetsbeentje. Maar nu jij dit zegt, denk ik, misschien was dat wel gewoon spierpijn dus. Van spieren die zich ontwikkelen. Ja, je moet het echt optrainen. Hè? Dus echt met dat barefoot, met die kleine die voetjes, zeg maar. Is het volgens mij 10 minuten of misschien wel minder. En iedere dag 5 minuten erbij of zo. Voordat je er echt langdurig mee kunt lopen. Ja. Nee, maar dat is precies het punt wat jij beschrijft. Van, dat duurt daar wat langer, denk ik. Van, je merkt dat echt, hè, dat je een ander soort schoen aan hebt met een zero drop. Ja, toch? Zeker. Als je zeker. Dat gewend bent. Nee, maar het voorbeeld wat mensen aanhalen is altijd. Ja, als jij nu echt blootvoet gaat lopen. Ja. Wat zie je bij jezelf terug? Of hoe anders ga je lopen? Ga je anders lopen? Ja, want je gaat iets voorzichtiger lopen. Laten we kleinere passen. En je gaat automatisch op je voorvoet lopen. Ja. En dat geeft eigenlijk al aan dat jouw lichaam al meteen voelt, weet. Hey, ik heb geen schoenen aan. En op het moment dat hij wel schoenen aan heeft, voelt, merkt hij dat ook. En dan gaat er iets, de theorie is een beetje een model wat men hanteert daarin. Dat zegt eigenlijk, ja, je lichaam die weet precies hoeveel impact het kan hebben. En op het moment dus, ja, als jij blootvoet gaat lopen, denk je, dan moet ik even wat voorzichtiger of wat kortere contacten, kortere passen gaan nemen. En op het moment dat die schoenen aan heeft, denkt hij, ik kan misschien wat meer hebben nu. En ja, daarbij omheen gaat hij dan wel de spieren die daar nodig zijn om gewoon om die loopbeweging goed uit te oefenen, te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk precies wat gaande is. Mijn vraag is eigenlijk, waarom koos jij voor een zero drop? Want dat is... Ik vind het gewoon leuk om te experimenteren. Hè? Dus en zo'n schoen leek mij heel erg leuk. En ik wist, ik ben een redelijke voorvoetlander. Dus dan is het ook iets wat iets veiliger is om jezelf aan te leren. Ik ben enorm fan. Ik ben niet voor al mijn schoenen, maar om in ieder geval één zo'n schoen in de collectie te hebben, dat vind ik... Precies, want we gaan dadelijk van 1 naar 2. Ik ben er bijna op, Patrick, maar ik wil nog één belangrijke vraag stellen van wat ik jou net hoorde zeggen toen het tweede paar op tafel kwam. Zei ja, want ik heb ze vast besteld, want ze waren op. Vind ik nog wel leuk om aan jou te vragen. We hebben het hier ook eerder gehad. In de eerste aflevering over die magische schoenen was één van de redenen waarom we ze afschoten, omdat ze maar 200 kilometer mee zouden gaan. Zei, nou, dat is zonde. Inmiddels ben ik, heeft Wouter Hoogkamer al gezegd dat niet zo is. Ze gaan veel langer mee. Maar wat is nou, hoe weet je nou dat hoe lang schoenen meegaan? Kijk, Strava die heeft een soort standaard instelling dat hij je naar 400 of 600 kilometer waarschuwt. Maar hoe weet je nou wanneer je schoenen op zijn? Ja, nou ja, kijk, volgens mij, misschien dat Jurgen ook van deze studie weet, er is een tijdje geleden bekeken van dat zelfs als je schoenen die waar al 1500 kilometer op zit, als je daarop blijft rennen, dat niet per se blessure kansen verhoogd. Dit heb ik denk ik een keer op in een blog gelezen. Maar waarom, wanneer ik dus wel weet wanneer ze op zijn. Ik weet niet of het goed te zien is. Ik weet het niet. Je ziet gewoon deze vlakjes. Daar horen een soort van reliefjes op te zitten. Ze zijn gewoon helemaal glad. Dus je merkt gewoon. Precies. En zeker met dat foam van tegenwoordig. Dat is zo, dat blijft altijd best wel zacht. Dat was vroeger wel anders. Van die oude, vroegere New Balance dad shoes. Maar dit blijft altijd zacht. Alleen die onderkant, begint hier zelfs helemaal weg te gaan. Ja. Dus dat is de eerste reden waarom je van je eerste naar je tweede paar gaat. Je hebt hopelijk een app als Strava of zo meelopen. En die zegt dan, hey, luister eens. Je hebt ondertussen al 600 kilometer aan loopjes bij elkaar gespaard. Is het niet eens tijd voor nieuwe schoenen? Maar goed, dat is natuurlijk niet helemaal waar we het met jou over willen hebben, Patrick. We gaan op zoek naar verschillende categorieën schoenen. Dus wat nou als je van die beginnend loper wat fanatieker gaat lopen en de allrounder? Wanneer is de allrounder niet meer goed genoeg? Ik zou zeggen als je de derde loopje gaat toevoegen. Oké, derde wedstrijdje. Als je drie keer per week gaat... Trainen. Trainen, ja. Dus we zijn nog niet bij de wedstrijd. Ja. De carbon, daar wachten we nog even mee. Dus een derde training zelf, of bijvoorbeeld als je bij een club gaat. Ja. Ik zit zelf ook bij een club en ik heb mijn dinsdagavondschoen. Hè, dus, laat eens zien, die dinsdagavondschoen. Ik heb er nu drie waarvan eentje op is. Maar je hebt drie dinsdagavondschoenen? Oh ja, dan kom ik ook wel naar 11, ja.
Nee, zo je ziet, ja, weet je, toen wij contact hadden, Gerrit, toen telde deze nog wel, maar ik heb inmiddels deze eigenlijk gewoon helemaal op. Ja. Dus feitelijk heb ik er 2, dus deze weg. Maar wat maakt de dinsdagavond schoen, die je dus dinsdagavond is voor jou, jouw clubtraining, wat is dat voor andere schoen? Die. Ja. Ja, dit is... dit is een, hij is een stuk lichter. Echt een stuk lichter. Ik denk dat het wel met die allrounder al gauw 40, 50... Nou, deze is echt heel licht. Maar ergens tussen de 40 en 70 gram per schoen lichter is. Dat merk je echt. Dit is ook bijvoorbeeld heel... Deze zegt dusdanig licht dat ik bijvoorbeeld als we een baantraining doen... dan loopt het ook wel lekker. Heb je toch een beetje het gevoel alsof je een baanrenner bent... zonder dat je helemaal spikes hoeft te hebben. Ze hebben ook... ze zijn lichter, vaak een dunner zooltje. Deze schoen zou je eigenlijk... Dit heette vroeger gewoon de klassieke race schoen trouwens. Maar tegenwoordig is dat natuurlijk die carbon schoen. Een dunnere zool, minder gewicht. Daardoor kan je... Je hebt in ieder geval het gevoel dat je harder gaat. En soms zeg je GPS dat ook nog eens. Dus ja. Waarom... ligt toch nog eens toe. Waarom zou je zo'n lichte wedstrijdachtige schoen erbij nemen... en dan bijvoorbeeld voor zo'n derde clubtraining vooral inzetten? Nou, volgens mij, en dit heb ik uit mijn hardlooptrainersopleiding, dat het wisselen tussen schoenen, naarmate je meer gaat rennen, het is een vorm van uitdagen van die spieren in je voet. Iedere schoen zit net wat anders. Als jij een geoefende loper bent, dan kun je denk ik ook daarin meer experimenteren. Hè? Kijken wat lekker zit, maar ook een beetje wat misschien goed voelt. Bijvoorbeeld ook dat zero drop. Dus het is geen zero drop, ja. Nee, precies. Dus het gaat niet zozeer om wat jij doet op die training, maar meer dat je zegt, joh, als je naar 3 keer in de week gaat, ga dan in ieder geval zorgen dat je 1 van de 3 keer op andere schoenen loopt. Ja, dus je creëert wat, je daagt je voeten uit, hè, zoals je jezelf op die dinsdag ook uitdaagt op het gebied van tempo's en elkaar een beetje kapot maken tijdens die training. Daag je voeten ook een beetje uit om net even, oh, dit is wel een dunner zooltje, oh, dit voel ik wel, hoe reageren mijn spieren in die voet erop? En het gewicht van de schoen zorgt ervoor dat je toch wel weer, ik denk toch wel gauw met hetzelfde intensiteit toch wel 5 seconden per kilometer sneller gaat. En misschien wel dat is 10, ook lekker als je op de club loopt, hè? Dan wil je toch een beetje shinen. In die deurloop maakt het tempo niet uit, hè? Dan moet je shinen op de dinsdag of woensdag. Ja. Nee, ja. Maar volgens mij, jij benoemt het al helemaal. We hebben het ooit in een van de eerste uitzendingen gehad over gevarieerd trainen, hè? Ja. Ging meer over mountainbiken versus wielrennen. Wielrennen versus krachttraining. Maar hetzelfde geldt eigenlijk ook voor hardlopen op gevarieerd terrein oefenen. Kijk, je moet dat lichaam, dat weet dus wel uiteindelijk, kiest zijn beste weg of zijn beste pad uiteindelijk. Maar ja, je moet dat net als met een training wel prikkelen op dat pad. Ja. Dat hij elke keer als hij weer iets anders tegenkomt, denkt, oh ja, wat heb ik hiervoor nodig om de volgende keer... Als ik hier ga lopen om daar beter tegen bestand te zijn. Ja, ja. Ja, en dan is denk ik wat jij zegt van ja, dan moet je wat spieren zullen zich gaan trainen in de voetspieren. Onder andere. En dat doe je door verschillende schoenen. Guido heeft het volgens mij ook een keer genoemd. Die heeft dat hier ook een keer geroepen, ja. En dus door op verschillende terreinen. Dus ga het bos af en toe in. Of ga nou, ik wou zeggen, lopen, een mooi bruggetje. Verschillende terreinen, zeg jij, Patrick. Dan heb ik 2 paar, om te variëren. Ja. Wat wordt het 3de paar? Ja, de brug die zei het terrein. Hè? Dus ik kijk ook even naar deze kant. Ik heb hier nog 4 paar liggen die met het terrein te maken hebben. Ik denk voor voor iemand die... Ja, voor de amateur die graag in de voor iemand die dus graag in de natuur rent... of dicht bij een natuurgebied loopt... of bijvoorbeeld op vakantie nog wel eens door de bergen wil rennen... dan zou ik natuurlijk zeggen de trailschoen. Ja. De trailschoen is eigenlijk, ik heb dan toevallig deze. Ik heb die ooit een keer gekocht omdat die, deze zijn ook zero drop. Want dan kon ik er ook mee wandelen op vakantie. Ja, toch even zero drop. Ik zit te denken voor mensen die niet kijken naar YouTube. Dat is eigenlijk geen hak, hè? De zool is helemaal vlak. Ja, de achterkant en de voorkant heeft dezelfde hoogte zool. Ja, ja, ja. En wat is er verder kenmerkend of belangrijk voor trailschoenen? Ja, het zit hem vooral aan de onderkant. Deze zijn flink gebruikt. Er zit wel gelukkig wat zand op. Hè? Dus ik heb ook daadwerkelijk... het heeft vaak meer relief. En dit heb je ook in alle soorten en maten. Mijne zijn niet heel trailerig. Maar je hebt ze echt met bijna voetbalnoppen eronder. Als je door de
nou ja, echt door het moeras deels wil rennen. Je merkt ook al dat het bovenwerk een stuk sterker is. En er zit zelfs heel vaak bij trailschoenen aan de voorkant een soort, in dit geval een soort van rubberen overkapping, dat ze gewoon niet zo snel stuk gaan. Ja, ja, ja. Ik vind ze nog best wel snel eruit zien. Ik dacht dat de trailschoenen wat lomper waren, maar dat hoeft dus helemaal niet. Begrijp ik? Ja, nou deze, ik heb hier wel heel erg bewust op uitgekozen. Misschien is dit dan wel weer een tip voor een amateurloper die graag op vakantie wil rennen, maar niet te veel bagage wil meenemen. Ga op zoek naar inderdaad een niet al te lompe trailschoen, want die kun je namelijk aan tijdens een en die ook niet te veel van die niet te veel relief heeft, dan kun je er redelijk op straat mee lopen, maar je kunt er ook lekker om strand mee rennen en je kunt er ook een hike op doen, dus een kleine hike door Zwitserland. Je beschrijft de schoenenstrategie van mijn afgelopen vakantie. Heb ik inderdaad gedaan. Ik heb een paardje trailers en daar heb ik inderdaad onze wandelingen met dochter van 10, want zover wandelen we dan niet, en ook mee kunnen hardlopen, zowel hard als zacht. Ja. Maar die trailschoenen zijn ook die jij hebt, die zijn wel een stukje zwaarder, denk ik, dan jouw wedstrijdschoen die je liet zien. Of in ieder geval de snelle club dinsdagavondschoen. En ook wel wat zwaarder als de gemiddelde schoen waarmee je een beetje begon, hè? De comfortabele beginners. Ja, de meeste trailschoenen wel. Deze is relatief licht, maar de meeste trailschoenen zijn gewoon echt wat zwaarder. Maar het is ook niet zo erg, want je gaat in de trail vaak wat kortere passen maken. Het gaat ook niet echt om de snelheid. Het gaat soms zelfs om je voeten droog te houden. Je hebt zelfs merken die gewoon waterdichte trailschoenen hebben. Daar kun je ook echt... Binnen die trail, dat is eigenlijk weer een wereld op zich, waar ieder merk wel weer een eigen leuke innovaties heeft. Ik ben niet een enorme trailer, maar ik ben wel blij dat ik dat paar heb met na vakantie. Ik heb nog wel een leuke praktische tips in het kader van trailschoenen en de, hoe heet die nou, die strandloop. In januari. In de halve marathon. Egmond. Ja. Tip voor Egmond. Dat zegt de Egmond organisatie zelf ook. Dat doe je dus niet op trailschoenen, hè? Want daar blijft heel veel zand in zitten. En dan kun je beter met gladde schoenen. Eigenlijk net zoals je met je mountainbike met strandbanden. Die zijn ook hartstikke glad. Ja. Maar dat is, als ik dat niet gelezen had, had ik mijn trailschoenen op het strand aangetrokken. Maar dat is dus niet de bedoeling. Even een vraagje, Patrick. Als jij schoenen koopt, hè, koop jij ze tegenwoordig? Durf jij dat ook van internet? Of ga je naar één vaste winkel? Ga je naar meerdere winkels? Hoe doe jij dat? Nee, allereerst, ik denk als je eerste paar gaat kopen en misschien zelfs je tweede paar, dan zou ik zeggen ga naar een winkel. Dan is het echt wel nuttig om daar in ieder geval eens een keer te horen van iemand van hoe dat zit. Zit je bij een hardloopclub, vraag het ook eens aan de mensen om je heen. Kijk eens wat zij aan hebben. Of ze misschien meerdere paar. Ik denk dat je daar heel veel informatie vandaan kan halen. Zelf weet ik inmiddels, ik log gewoon, ik ben ook helemaal niet merkvast. Eigenlijk alleen die duurloopschoen, die Zero Drop schoen, die wel heel vaak, ik zal het merk niet noemen, maar dat is echt wel, die blijf ik wel kopen. Voor de rest maken de merken me eigenlijk niet uit. En ik weet van de meeste merken mijn maat. Dus ik koop ze gewoon online. Het advies, je kunt het zeker opvolgen. En ik denk met name als je een startende of een opschalende loper bent, dan denk ik zeker dat je daar wel voordeel uit kan halen. Maar om dat toch even, en ik snap, hè, we kunnen geen winkels noemen en we zijn voorzichtig met merken en weet ik het aan de andere kant, en laten we het ook maar noemen. Wat natuurlijk verwarrend is als consument in deze wereld, en ik kan me voorstellen als je deze podcast luistert, deze aflevering wordt nog ingewikkelder, want je gaat naar een bekende schoenenwinkel en dan word je op zo'n 20 meter stukje gezet voor een videocamera, moet je twee keer op en neer lopen en dan worden daar heel indrukwekkend een paar lijnen zo over jouw enkel en over je kuit getrokken en dan zeggen ze, kijk, deze moet je hebben. Dan moet je, pun intended, toch wel stevig in je schoenen staan om dan het beter te weten, toch? Of moeten we dat gewoon allemaal blind volgen? Ja, iets zegt mij namelijk dat het niet zo is, maar wat is de afweging? Nou, de afweging, zal ik het eerst op mezelf betrekken? Als ik naar een winkel ga, dan heb ik al vooronderzoek gedaan. Dus dat is denk ik tegenwoordig ook lastig met de verschillende winkels. Niet alle winkels hebben dezelfde merken. Ik woon zelf in Amsterdam, dus daar kun je wel de verschillende winkels, daar kom je op alle merken wel zo'n beetje uit.
Dus ik heb wat vooronderzoek gedaan. Wat voor type schoen wil ik? En wat hebben merk A, B en C dan in die klasse? Daarbij is voor mij ook gewoon belangrijk. Zijn ze een beetje mooi? Heb ik ook altijd last van. Ik moet rode hebben. Ja, nou ja, precies. Ik heb ook gemiddeld. Hè. Er is een carbon schoen die rood is. Ja, die heb ik inmiddels. Of ja. Ja, heb je? Ja, dank voor de tip. Mede dankzij jouw tip. En even kijken. Dus ik vind dat ze er goed uit mogen zien. Besef je ook als loper. Je loopt er echt heel veel uren in. Hè, dus dat mag er best leuk uitzien. Er zijn ook tegenwoordig heel veel mooie schoenen. Nu om de vraag te beantwoorden. Ja, als ze zeggen dit is de best fitting shoe. Als we dat dan in lijn trekken met wat Jurgen eerder zei. Van als hij goed loopt, als hij comfortabel loopt. Why not? Zeker als het de eerste schoen is. Of je vervangt je eerste of de tweede schoen. Let's do it. En worst case dan over 6 of 9 maanden. Moet je weer nieuwe schoenen. En dan kies je een nog betere. Je wordt er ook beter in. Ik zou het wel altijd nog wel willen testen. Behalve die kleine band alleen. En ook bijvoorbeeld wat dan de nummer 2 en 3 zijn. Want ja, die looptest die zegt natuurlijk vooral wat over de onderkant volgens mij. Maar niet aan de breedte van de voeten. Of jij het lekker vindt omdat die lekker strak is ingebonden. Versus dat het wat losser zit. Dus ja. Nou ja, we komen dan niet ook over. Maar... Ja, laten we Jurgen maar even deze kastanje uit het vuur laten halen. We hebben het hier namelijk of Jurgen wel eens gehad over die looptest. En dat je dan een antipronatieschoen wordt geadviseerd. Het is mij altijd ook geadviseerd. Ik heb een beetje O-benen, klap lekker naar binnen in de enkeltjes. Dus ik ging natuurlijk eerst op internet zoeken antipronatie carbonschoen. Ja, dat bestaat niet. Nee. Waarop jij tegen mij zei, ja, met het antipronatieschoen is onzin. Ja. Zeg ik, nou, daar wil ik dan wel wat wetenschap voordat we dat hier onderin gaan zetten. Ja, kijk, dat is heel de test zelf, goed dat Patrick dat ook zegt, ze zoomen in ergens op jouw voeten, op je enkels. Ja. En dan heb je die lijntjes en dan heb je eigenlijk 3 types. Hè? Neutraal, die valt eigenlijk, komt neer met de hele voet, binnenkant, buitenkant tegelijk. Ja. En dan heb je de proneerder en die begint aan de buitenkant en zakt dan naar de binnenkant. Naar binnen en dan zie je die enkel echt iets naar binnen vallen. Knikken, ja. Ja. Zeker in zo'n slow-mo close-up van zo'n camera in zo'n winkel. Precies, ziet het er heel heftig uit. En dan heb je de supineerder of de onderpronatie. En die heeft eigenlijk het omgekeerde, dat die echt aan de buitenkant een beetje blijft hangen. Niet dat naar binnen valt. En dan hebben ze een tijd lang, 2010... jaar geleden bedacht, dat moeten we voor compenseren. Dat kan niet goed zijn. En plus je hebt een leuk verhaal erbij. Ja, dat klopt. Maar inmiddels met alle wetenschappelijk onderzoek die gedaan is, is eigenlijk de conclusie, als je puur kijkt ook naar blessures, dan hebben ze gewoon, overproneerders hebben ze schoenen gegeven die aan de buitenkant juist compenseren, of aan de binnenkant, of neutrale schoenen. En neutrale lopers hebben verschillende schoenen laten doen. Het maakt echt allemaal geen flikker uit. Waardoor... Een paar boze schoenen verkopen zachter ons aan, jongen. Waardoor is dat? Ja, dat is uiteindelijk dat ze niet voldoende kijken. Nou, die loopband is al iets. Want als je beter kijkt, is in de wetenschappelijke studies, die zetten dan bepaalde markers op je botten neer. Mm-hmm. Van je onderbenen. En bovenbenen. En dan kijken ze eigenlijk van. Dan blijkt eigenlijk als je dan echt laat lopen. Dat die botten eigenlijk altijd een bepaalde weg afleggen. Op een bepaalde manier dezelfde hoeken bijvoorbeeld maken. Bij je kniegewricht. En dan hebben ze zoiets bedacht. Ongeacht welke schoenen je daar aan hebt. Terwijl die enkels dus net even anders wel eruit zien. Die enkel knikt. Ik bedoel, dat zie ik gewoon op een videocamera. En als jij dan een compenserende schoen daaraan zet tegen die pronatie, dan zal die minder knikken. Maar dan knikt die bij je knieën? Nee, die knikt niet. Als jij dan gaat kijken naar je botten eigenlijk, grofstoffelijk, dan verandert daar niks. Dus het is eigenlijk jouw spieren en de schoenen zijn daar een klein onderdeeltje van, die zorgen eigenlijk, jouw lichaam heeft zich zo gevormd, dat jij een preferred pad bewandelt. Mm-hmm. En dat is met name voor je botten. Ja. Je botten altijd dezelfde manier bewegen als jij gaat hardrennen. Ja. En alles eromheen, de spieren, et cetera, die ondersteunen dat. Die maken passen eigenlijk dat aan. En het gaat pas alleen maar mis als jij schoenen aantrekt, waardoor eigenlijk jouw botten echt
de andere kant een beetje. Als je echt bewust naar de buitenkant wordt getrokken met je knieën bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is eigenlijk... Zou je zeggen, die videocamera en die loopwinkel moet eigenlijk op je knieën staan. En dan zie je al niks meer. Ja, precies. Dus het gaat er eigenlijk om, jouw lichaam heeft een bepaalde modus ontwikkeld. Ja. En dat is voor elke persoon iets anders. En daar kijkt het gewoon, ja, als je dan jouw botten volgt, onderbeen, bovenbeen. En daaraan kun je zien, ja, dat is jouw patroon. Dat ja. is jouw, dat past bij jou. Dat is jouw vingerafdruk, jouw loopstijl. Ja. En jouw lichaam heeft je qua spieren zich past zich gewoon aan elke omstandigheid dat jij dit pad blijft bewandelen, zeg maar. Ongeacht wat er aan je voeten zit. Dat is eigenlijk het hele Spannend. Model erachter. Aan de hand van de studies die allemaal gedaan zijn. En dan komen ze toch weer uit van waar gaat het uiteindelijk om. Want die studies zijn er ook. Ja, de schoen die het lekkerste zit... Ja, die levert uiteindelijk de minste plezier. En laat ik, om dat dus nog even op mij te betrekken. Patrick zegt dat betrekt het op mezelf. Ik weet het inmiddels. Jij vertelt nu, het maakt niks uit. En ik heb inmiddels met die kennis. Ik ben precies wat Patrick zegt, heb ik gedaan. Mijn eerste 2-3 paar schoenen heb ik me denk ik inderdaad met zo'n analyse laten vertellen dat ik antipronatieschoenen moest hebben. Toen hoorde ik dit verhaal van Jurgen. En inmiddels heb ik nu, zoals ik net al zei, Patrick, op jouw advies 2-3 paar op internet besteld. En ga ik nu met vertrouwen daarop lopen en merk ik inderdaad, zolang ik maar iedere keer minimaal 2 paar schoenen per week aantrek, dat er van alles daaronder gebeurt wat goed lijkt te gaan en varieert. Dus laat dat de les zijn voor alle luisteraars. Ik wil nog even door naar Patrick, want we zijn pas bij 4 paar soorten. De allrounder, de dinsdagavondschoen, de trailschoen hebben we gehad. We hebben het nog niet over carbon gehad en misschien zit er nog wel meer in het vat. Ja. Wat voor meer type schoenen kom ik tegen in jouw schoenenkast, Patrick? Ja, dus we waren bij ondergrond, hè, dus laten we dat ineens maken. En dan heb ik een mooi bruggetje van de trailschoen. Dat is denk ik iets wat we... Het trailen, dat doe je vaak wat langer. Dat doe je vakantie, dat doe je lekker langs het strand. Het is, kan zwaar zijn, maar wat relaxter. In de winter echter zijn er crossjes. Het crossseizoen, ook door de toppers gedaan. Maar ook door goden zoals wij. Ietsje mindere goden misschien. En dat is de cross schoen. En wat doet een cross schoen? Vind je het leuk om ook hard te rennen door de blubber? Dan zijn crossjes doen enorm leuk. In overal in Nederland is er wel een cross circuit. Waar bestaat een cross schoen vaak uit? Het is vaak een schoen waar je spikes in kan doen. Die zitten er nu toevallig niet in. Voor crossjes heb je dan ook spikes van 6, 9, 12 en volgens mij zelfs 15 mm. Dan heb je echt een wapen in je handen. Maar doe ze maar aan je voeten en ren erop. Maar als het dus echt blubber is, dan krijg je wat meer tractie door die spikes aan de onderkant. Ook hier is vaak het bovenwerk wat steviger. En zit er vaak wel iets van een zool in. Dus het is wel vaak nog wel een beetje dat er in ieder geval nog wat ondersteuning is. Ja, en jij hebt dus crossschoenen aangeschaft omdat je crosswedstrijden ging doen en daar met je trailschoenen niet wegkwam. Zoals Jurgen eerder zei, ik heb een jaar lang vrij intensief gestiepeld chased. Het ding met een steeple chase, dat wordt wel heel gedetailleerd, is dat je moet over die balk heen. Hè? Het springen over die balk en door die waterbak. En heel vaak, ook zelfs bij toppers, wordt dat gedaan in crossschoenen. En de reden is vaak dat er wat gaten ook in zitten, zodat je het water eruit kan pompen, wat met een cross ook handig is. En de ondergrond van een crossschoen is vaak niet van plastic, wat bij baanschoenen vaak wel zo is. En als je met een plastic schoen over zo'n stiepel gaat, dan wordt die wat glad. Dus het is ook een veiligheidsding. Dus je ziet vaak dat crossschoenen ook, mocht je steeplechase ambiëren... Heel specifieke niche. En ook crossjes willen doen. Ja. Ja, is het zeker. Het is wel heel leuk. Maar dus zo heb ik hem gekocht. En later ben ik hem ook... ik heb niet heel veel crossjes gedaan. Maar dit is dus ook een schoen die ik al heel lang heb. En waar ik ook nog heel lang mee ga doen. Dus het heeft wel een keer geld gekost. Maar ik denk dat ik over 5 jaar hier nog steeds een crossje op ga lopen. Mooi. En dan... Waar komen we dan uit in jouw kast? Dan kom je dus op het bruggetje van trail naar een crossschoen met spikes. Nou, waar gebruiken we natuurlijk de echte spikes op de baan? De baanschoen.
Ja, en als we het dan over rennen op de baan hebben, hè, want je kunt heel veel dingen daar omheen en naast doen. Heb je grofweg drie soorten spikes. De SD, de MD en de LD. Oftewel short distance, die heb ik niet. Dat is echt voor de sprint. Daphne Schippers zal een paar hebben liggen. De MD, dat is deze. Dit heet ook echt, daar staat ook MD op. Middle distance, 800 tot 1500. Deze gebruik ik ook niet zoveel meer. Dat is best wel risicovol. Hè. Je ziet ook, of althans voor de kijkers. Dit is echt, het is volgens mij 110 gram wat ik in mijn. Ik heb eens een keer gewogen. Het weegt echt helemaal niks. Het is gewoon een stukje stof met een plastic plaat eronder. En daar zitten in dit geval zes spikes op. Je gaat hier hartstikke hard op, maar dit moet je heel rustig optrainen voordat je dat aan kan. Dat is ook meteen de reden. Ik loop te weinig op de baan om dit nog op mijn kuiten aan te doen. Heb ik wel een oplossing voor? De LD. Dat is de long distance. Van dat merk waar de eerste carbon schoon komt, is deze niet. Maar die hebben toevallig kort geleden, volgens mij Sifan Hassan liep er ook op. Dat er volgens mij ook wel iets van carbon. Mogen we wel iets van merken noemen hoor, Patrick. Dat doen we hier ook wel. Het is inmiddels wel duidelijk dat we niet gesponsord zijn. Ja. Nee, ja, waar ik zelf een beetje van baal is dat ik deze dus vorig jaar heb gekocht. En dit is een long distance schoen. En waarin verschilt hij nou van de middle en de short distance? Ja, maar dit is een Adidas schoen, toch? Ja. Dit is een Adidas schoen. Ja. En die heeft echt ook nog wel wat demping erin zitten. Ja. Maar wel gewoon een plastic plaat met in dit geval maar vier spikes. Ja. Wat loop je hiermee op de baan? 5 tot 10 kilometer. Mm-hmm. Ja. Deze heb ik vorig jaar gekocht. Ik dacht, weet je, dit is gewoon een veilige schoen. Dit kan je redelijk snel kun je eraan wennen. Als je wat baantrainingen doet iedere week. Maar toen kwam net vorig jaar Nike met de Dragonfly. Een beetje de Vaporfly van de baan. Ja, ja. Het had ik net deze gekocht, dus zwaar. Hey, en als we nog een keer naar die Adidas LD kijken, die je net daar had. Als we dat vergelijken met die Nike baanschoen, die heeft gewoon ook echt zo'n dikke zool, toch? Kijk, deze Adidas is heel dun. En die Nike heeft de spikes met van die echt 4 centimeter. Nou, niet. Nou, 2,5 is daar de regel. Ja. Voor spikes 2,5. Ja. Maar die hebben die carbonplaat erin, ja. Maar volgens mij heeft Adidas, dat meen ik nu ook wel, alleen nog niet voor die kortere. Dat is nog het grote, echt voor de sprint schoen. Ja. Maar je klopt, Adidas liep een beetje achter met die ontwikkeling. Ja, de naam carbon is gevallen. Zijn we dan bij de categorie carbon, Patrick? Of zit er nog iets anders in je kast tussen? Nee. Er zitten nu op 9 paar, voor de oplettende kijker althans. Ik heb 2 paar carbon schoenen. Dan denk je misschien, wat heeft dat geld gekost? Maar dat ook wel een beetje. Maar ik heb die Vaporflies tweedehands overgenomen van iemand die vond ze niet zo lekker lopen. Dus dit, voor mij, dit is natuurlijk de bekende. De Vaporfly. Dikke zool, zoals al benoemd. Je merkt het meteen als je dat... Om deze aflevering compleet te maken, ook voor jouw netwerk, wat al die andere afleveringen van ons niet gehoord heeft over die schoenen. Wat is nou zo bijzonder aan deze nieuwe schoen? Wat doet die carbonplaat? Hoe werkt dit? Als jij zegt, je merkt het meteen, dan ben ik benieuwd. Wat merkte je meteen? Wat ik bedoel is, je merkt meteen dat hij dus, hij, waar je een normale schoen helemaal kan inbuigen, dat lukt bij deze bijna niet. Hè? Dus de zool is veel steviger. En dat, de belofte is natuurlijk dat op het moment dat je landt, dat het dan dat springeffect geeft. Dus veerkrachtig. Ik vind vooral de combinatie, dat vind ik eigenlijk wel apart, dat is de combinatie met een hele dikke zool. Dat vind ik eigenlijk best wel vreemd, waar we altijd in zo'n race schoentjes, die waren vooral heel dun, zodat je dat pure gevoel had, dat pure gevoel een beetje weg is. En eigenlijk vanaf een 10 kilometer wedstrijd trek ik dan ook die Vaporfly aan. En het is echt, verder heb ik ze nooit aan, het is echt alsof je op een paar kussentjes loopt. Het is ook helemaal niet prettig om in warm te lopen. Het is heel bouncy, is mijn ervaring ook. Ja, het is ook het is helemaal niet prettig om mee op de baan te lopen bijvoorbeeld. Dat vind ik, omdat de baan ook een beetje meegeeft. Dat sterker nog, dat zou misschien zelfs wel bijna een blessurerisico kunnen zijn. Hè? Omdat je ook veel bochtenwerk hebt op de baan. Tenminste, iedere 100, 200 meter zo'n beetje. En ik vind het dus ook niet lekker om in te lopen. Dus... het is echt een schoen die ik echt vlak voor de wedstrijd aantrek en dan meteen hard oploop. Want dan
kom je een beetje in die... Dan werkt het denk ik wel. Wacht even, zeg je nou dat je nooit in jouw... Inmiddels, hè, waar we begonnen bij 3, dan kreeg je een paar extra schoenen. Jij traint 6 keer in de week nu. Niet 1 keer van die 6 keer ga je even op die dikke carbonplaten lopen? Nee. Hou, maar daar moet je toch ook aan wennen? Ja. Ja. Nee, ja, nou, nee. Nee, ja, ik denk dat die schoen dusdanig goed is gemaakt. Ik moet zeggen, het is niet dat ik gigantische PR's heb verbroken. Ik heb mijn 5 kilometer wel een beetje verbroken. Nou, ik hoop dan die 10K binnen 1,5 maand te hebben verbroken. Maar het is... Het loopt als je hard loopt. Je hebt wel echt het gevoel dat je een beetje naar voren wordt gestuwd. Je hoeft er niet voor te trainen. Het is gewoon dusdanig. Hij is heel licht. Dus dat is eigenlijk heel prettig. Ik heb er natuurlijk wel een keer op gerend. Dus ik heb mijn allereerste keer geloof ik een intervalsessie van 5 keer 1 kilometer gedaan. Om een beetje te denken, is dit wat voor mij? Ik had ze ook geleend van iemand die er vanaf wilde. En ik zei, nou, let's do it. Mooi experiment met mezelf. En ik vond het gewoon wel lekker lopen. Voor de rest, behalve wedstrijden, draag ik ze niet. Simpelweg omdat ze wel, ze slijten wel wat snel. Het is inderdaad niet die 200 kilometer. Ik geloof dat het, de meeste rennen toch wel 400 op. 500 misschien, maar dan is het wel klaar. Ja, als je dan 2 marathons en wat wedstrijden is, toch binnen 3 jaar moet je ze wel wegdoen, denk ik. Dat zie jij ook al aan jouw schoenen, dat ze snel inderdaad slijten? Ja, ik denk degene van wie ik ze heb overgenomen, die heeft er denk ik 100 opgelopen. Ik nu ook 100. Ja. Ja, je merkt wel, ze zijn echt gebruikt. Ja. Ze zijn echt gebruikt. En dat heeft volgens mij ook wel... Het is ook gewoon een lichte schoen. Als je materialen licht gaat maken, dan gaat het vaak ook wel ten koste van de houdbaarheid. Ja. Ja. Dus het maffe is ergens dat je zegt van... Ja, ik mis het contact met de grond een beetje met die schoenen eigenlijk. Ja. En dat je eigenlijk zegt... Ja, daarom wil ik trainen op klassiekere schoenen, modellen. Misschien ook het gevoel hebben dat de training echter is. En dat je harder traint op het moment dat jij zwaardere schoenen... of meer contact met de grond hebt. En dat je zegt bij die wedstrijd... Nou ja, goed, iedereen doet het ook. Het is nou eenmaal voorhanden, dus dan ga ik maar op de trampolineschoenen lopen. Prima. Oké. Exact. En misschien wel in lijn daarmee, want deze wilde ik ook graag even laten zien. Nike was er natuurlijk de eerste mee en al die andere merken die komen 1 voor 1 ermee. Als ik dan toch nog 1 merk mag noemen, Atreyu. Het is een merk wat was de eerste badge. Dit zijn gewoon 2 jongens, vervende hardlopers, die dachten, kunnen wij ook een hardloopschoen maken? Zeggen, nog nooit van gehoord. Is dat Tesla van hardloopschoenen een beetje? Nou, ze zijn dus niet zo heel duur. Ik vind $100 of misschien $120, maar dat komt natuurlijk importkosten. Hey? Mooi, hè? The Artist, dat is toch leuk voor degene die achter je loopt. Ik durf nou te zeggen, zijn deze beter of slechter dan die Vaporfly? Dat kan ik niet zo goed beoordelen, want dat weet ik niet zo goed. Wat je ziet wel, dat het materiaal en die hele carbon technologie, dat toch wel een beetje nu voorhanden is. En dit zal misschien niet de beste carbon schoen zijn, maar ik denk dat dit voor velen al een PR zal opleveren als ze hun eerste carbon schoen kopen. Dus dat vind ik wel geinig, dat het ook wel wat, alle merken nu ook echt met elkaar aan het concurreren zijn. En dat ook zo het wat meer een level playing field wordt dan alleen maar die Nike's tijdens de wedstrijd. En jij wil deze schoen omdat die echt uniek is. Niemand in Nederland loopt op die schoen, denk ik. Klopt het? Dit is echt de eerste badge. Dus misschien dat er nog een aantal in Nederland deze hebben besteld. Maar dit was wel echt, je moest heel vroeg bij zijn.
Ja, er is net een tweede batch gemaakt. Maar ik heb wel eens, als ik deze aan heb, dan zijn we eens een beetje aan het loeren. Zo. Dus de... Nou, in die zin... Dat doe ik natuurlijk ook een beetje. Ja. Terecht dat je dat doet, Patrick. Want jij tipte mij inderdaad dan die Hoka 2X carbon schoenen. Die zijn inderdaad knalrood. Maar ik stond in de wisselzone in Klasineveen. Nou, dan moest je echt wel even je naam op je zolen zetten. Ja. Want het stikte ervan, jongen. Dat je zei, let je wel even op dat je in de goede rode schoenen weggaat. Het is natuurlijk nu een soort dingetje dat iedereen denkt, baat het niet, schaadt het niet. Ik moet die schoenen hebben. Zijn we door je soorten schoenen heen of hebben we nog één gemist? Nee, dus misschien even een linkje met wat je net zei over de baat het niet, dan schaadt het niet. Ik denk dus als je dan de link met de triathlon maakt. Ik heb vorig jaar voor het eerst wat twee triathlons gedaan. Ik denk wel, een van de dingen naast snelheid, dat makkelijker lijkt te gaan. Wat mij enorm opvalt is het herstel. Dus dat je de dag daarna sneller hersteld bent. En ik kan me heel goed voorstellen als je net hebt gezwommen en hebt gefietst en dan dus in een carbon schoen die loop doet aan het einde, dat waarschijnlijk wel een hele prettige combinatie is. Niet alleen omdat het je mogelijk sneller maakt, maar ook omdat je wat actiever dat die herstelfase ingaat na dat fietsen. Dus dat zou nog een extra reden zijn om nog meer geld aan schoenen uit te geven binnen de triathlon. Ja, maar dan ga ik wel als triatleten onder elkaar dan daar even een heel groot nadeel tegenover zetten. Dat weet jij niet, Patrick, maar een van mijn kwaliteiten was, moet ik erbij zeggen, totdat ik die carbonschoenen had, was wisselen. Ik kon razendsnel wisselen. Oh. Wat is nou een enorm nadeel van onder andere die Hoka's, maar eigenlijk al die Vaporflies? Die hebben dus een hele dunne, bijna mesh bovenkant en een hele dunne tong. Dan doe je natuurlijk als triatleet, haal je je veters eruit. Dan doe je van die elastieke veters erin, zodat je in een ideaal scenario die schoen bij zijn tong oppakt, erin stampt en weggaat. Zeg, kan je vertellen, daar kan je met die carbon schoentjes vergeten. Dat is gewoon en je tong en je hak vasthouden, intrappen, je tong terugtrekken en dan ook nog eens je veters aantrekken. Kost me 3 handelingen in plaats van 1. Dat vind ik wel echt een nadeel. Maar goed. Denk wel dat ik dat er weer op terugwin op het lopen. Maar dit was de collectie. Laten we even samenvatten. Want je hebt volgens mij wel een paar mooie beslisregels gegeven. Je zegt eigenlijk als je begint met lopen. Joh, het maakt niet zo heel veel uit. Allrounder, veilige schoen. Gaan we naar die winkel. Zodra je richting 3 trainingen in de week zegt. Ja, moet je toch eigenlijk wel een tweede paar. Al is het maar. Om gewoon af te wisselen. Dus ook van Jurgen. Die neemt voor zijn rekening om te zeggen. Het maakt ook echt niet uit wat voor schoen dat is. Want jouw benen, voeten, lijf. Past zich aan die verschillende schoenen. Ja. Heb je ons nog uitgelegd over trailen versus crossen en de verschillende schoenen op de baan. En natuurlijk het carbon, waarvan jij dus eigenlijk zegt, daar hoef je niet op te trainen. Heb jij dan nog een in jouw rol, taak als hardlooptrainer en schoenen gadget fetishist, nog veel gemaakte fouten of vragen die je vaak om je heen hoort, die je nog met ons kan delen? Nou, ik denk dat die al benoemd is. Ik denk dat er heel veel mensen blijven bij die ene schoen. En volgens mij geldt er ook een beetje een gedachte bij heel veel mensen dat, ja, al dat geld voor die schoenen en dat kost allemaal. Maar uiteindelijk, ze gaan op vaak omdat ze zijn versleten. En als jij 2 keer per week traint in 2 verschillende schoenen, dan doe je er 2 keer zo lang mee, hè, in duur. Dus de initiële aanschaf is hoger, maar het duurt ook weer langer voordat je ze moet vervangen. Dus ik denk echt dat je best wel snel naar een tweede schoen kan gaan. Waarbij je dus of een tempo schoen of als je natuur loopt zou ik voor een trailschoen gaan. En dat die stap vaak wordt vergeten. Dat ik echt zelfs nog wel jongens, ik zit best dan, nou, best wel een clubje met snelle lopers op dinsdag. Dan een aantal gewoon nog best wel een beetje een duurloopschoen de dinsdagtraining doen. Ook heel hard. Dat ik denk van ja, weet je, volgens mij is dit ook wel een kans om eens te kijken wat zou het doen met mijn intensiteit, tempo's en trainings mijn trainingsarbeid op het moment dat ik een lichtere schoen aantrek. Ja, leuk. Ja, goed. Ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik loop 2 keer in de week max, 1 à 2. Op hoeveel paar schoenen? Op 1 paar schoenen. Ja, zie je, ben dus jij zo ik een. Ben nou, kortom, jij hebt geleerd deze week, je mag nieuwe schoenen kopen. Er is nog wel 1 aspect wat niet benoemd is, kosten. Ja. In hoeverre, prijswise, wat is de variatie in de schoenen die jij 11 paar die je hebt laten zien, zo'n beetje? Nou, als we dan maar even, als we het over prijs hebben, stel je wilt een baanschoen wil kopen, koop dat in de winter. Oh ja, dat is een goede tip.
Baanschoenen koop je in de winter. Ja. Dan koop je namelijk de editie van afgelopen zomer. Moet je ook vaak online, want dat ligt bij winkels niet. Crossschoenen, die zou ik weer in de zomer kopen. Ja. Dus contra-seizoen kopen. Dat scheelt geld. Dus zo heb ik mijn middle distance baanschoentjes. Die zijn normaal €100. Maar die heb ik dan denk ik voor 50 of 60 gekocht. Dus dat vind ik wel een oké prijs. Maar ik denk, als je even over de volwaardige waarde. Volgens mij zijn de prijzen van hardloopschoenen in de afgelopen 10 jaar echt flink omhoog gegaan. Waar het eerst altijd was €100 tot €120 een schoen. Is volgens mij die allrounder. Hè, die gewoon wordt gemarket bij de Damloop. Dat is de Nimbus volgens mij van New Balance. Is prima schoen. En dat is eigenlijk een perfecte eerste schoen. En zo heeft de Mizuno ook een perfecte eerste schoen. Die met de Marathon Amsterdam wordt gepromoot. Maar die zijn volgens mij allebei €160, €170. En dat vind ik best wel pittig. En als je dat dan weer afzet tegen die carbon schoen die dan 250 is, nieuw. Dat vind ik echt ook een flinke smak geld. Maar er is wel, ik vind dat hardloopschoenen, ik vind dat ze toch best wel een beetje duur worden. Volgens mij als je een beetje net na het seizoen een oude versie koopt. Zeker als je je maat weet van een bepaald merk. Dan scheelt dat je zo 20-30%. En ik heb voor het gemiddelde tarief, heb ik dus wel die dure Oka's gekocht. Maar dan die trailers heb ik gewoon voor 16 bij Decathlon erbij gehaald. Onder het mom. Je moet toch je voeten leren afwisselen. Ja. Dus dan zijn ze gemiddeld weer een beetje de medium price range. En er is wel eens een studie geweest. Gekeken naar de prevalentie. Dus het voorkomen. Of hoe vaak iemand blessures krijgt onder groepen lopers. Ja. En dan hebben ze gekeken. Is dit een setupje? Wat voor schoenen draag je? Wat was de prijs van de schoenen? En het bleek juist degene met de groep met de meeste blessures hadden de duurste schoenen. Oh jee. Dus prijs zegt helemaal niets. Kijk, dit was helemaal geen vraag voor jou. Dit was gewoon een vond ik wel even een leuke aanvulling. Leuk extra cirkeltje. Mooi. Patrick, dankjewel. Wat leuk dat je bij ons te gast wilde zijn. Ik ga al onze luisteraars en wellicht kijkers ook inmiddels op YouTube uitnodigen om als ze nou nog vragen of aanvullingen of al die boze schoenenverkopers. Ik ga nu maar uitleggen hoe ze ons kunnen vinden. Kan namelijk op een aantal manieren. Je kan met ons in gesprek op social media, zoals bijvoorbeeld Patrick onder andere onlangs deed op Instagram @slimmerpodcast. En dat zijn we ook op Twitter @slimmerpodcast op Twitter. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina waar je ook reacties kan achterlaten. Ongemodereerd, dus kom er maar in en we zullen zien wat er gebeurt. We proberen altijd te reageren. En als je zegt, nou, ik doe dat liever even één op één aan jullie, dan zal ik even jullie uitleggen hoe de wereld echt in elkaar zit. Dan kan dat naar post@slimmerpodcast.nl. En wij proberen altijd te reageren, maar ook Patrick heeft ervaren, soms duurt het even. Maar we komen altijd op enig moment weer terug in de lucht. Dus en mocht je nou nog iemand kennen voor wie die nieuwe schoenen nodig heeft of die wil gaan hardlopen, stuur hem door naar Patrick Sastra of naar ons of naar de Slimmer Presteren podcast. We vinden het hartstikke leuk om meer mensen met deze podcast in aanraking te laten komen. Dan zijn we er weer doorheen voor deze week. Patrick, dankjewel. Dankjewel, Patrick. Ja, jullie bedankt. Ja, Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week.